grote applaus verdienen, vind ik. Ik kreeg een brief van Lydia, een Nederlands meisje van 13 jaar. Ze schreef iets over haar Irakese vriendin Helda van 30. En Helda die is gevlucht uit Irak en heeft veel verdriet en ellende gehad. Dus wij gingen naar Helda toe om haar een Iraaks gerecht te laten maken. Maar zou gewoon koken nou de enige surprise zijn? Nou, u kent ons en u weet wel beter. Eerst gingen we even boodschappen doen. Zonder automaat zelf. Goedemiddag. Hallo, ik ben een klant. Dankjewel, André. Jouw klant. Even voorstellen. Dit is Lydia. Lydia is 13 jaar en woont in een heel klein plaatsje in... Den Ham. Den Ham. Het is een geheugje, maar het is een leuk plaatsje. Ja. Lydia heeft mij een brief geschreven. Hartstikke leuke, lieve brief. 13 jaar. Ik vind het een beetje groot voor 13. Zeg het allemaal tegen jullie. Ja. Beetje een lang end. En we hebben een gerecht nodig. Althans, allemaal spullen voor een gerecht. En dat heet Bariani. Hoe heet het? Ik weet het niet. Bariani. Wat heeft dat gerecht nou te maken met Lydia, haar brief? En, dat wordt allemaal duidelijk. We moeten eerst een spul hebben. We houden u nog even nieuwsgierig. Je brief gaat over je vriendin en die is heel veel ouder dan jij bent. Ja. Hoe oud is die dan, je vriendin? 30. Jij bent 13? Ja. Dat is toch eigenlijk vreemd of niet? Nou, ja, het is maar hoe je bekijkt, hè. Waar komt ze vandaan? Irak. Hoe is ze hier gekomen dan? Er moet natuurlijk iets verschillend zijn geweest, of niet? Ja, ze is gevlucht. Gevlucht? Ja. En dat is jouw beste vriendin geworden? Ja. En ik heb begrepen dat ze ook heel dankbaar zijn dat ze hier nu wonen. Dat ze niet meer in die vreselijke oorlog zitten. Ja. Want ze hebben natuurlijk de oorlog meegemaakt van Iran-Irak. Ja. De Golfoorlog. Ja. Hoe lang wonen ze nu hier? 4 jaar. Ja. Nou, dit gerecht en dat en die uien, de golfoorlog, het is een bijna een soort raadsel, maar we komen eruit. Het wordt iets heel bijzonders. Misschien dat we onderweg nog wat bij elkaar verschamen, maar ik denk dat we het wel hebben. Dat moet toch, hè? Oké, kom op. Ik zeg nou tegen haar, hè, tegen Hilda, waar we nu naartoe gaan. Ja. Zeg ik dat het mijn lievelingsgerecht is, hè? Ja. Speel dat even mee, dat je niet zegt van nee. Ja. Oké. Je vriendin. Hallo. 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 Lydia. Kom, oh sorry, kom naar binnen. Ja, mag ik binnenkomen? Ja, zeker. Oh, Lydia. U kent me? Jazeker, de aardigste man in de wereld. Oh, ja, dus, laten we dan zeker binnen. Lydia, Ik kom even verder. Het gaat even om een. Het is een beetje raar, dat vraag misschien. Mag ik hem binnenstellen? De vraag. Ik heb al die boodschappen gehaald. Want mijn lievelingsgerecht is Bariani. Nou, schrijft zij mij een brief. En ze zegt dat je dat zo goed kan maken. Jij kan dat zo goed bereiden. Ja. Zou je dat voor me willen doen, is mijn vraag. Voor u? Ja. Zeker, graag. Hoe lang ben je hier nou hier? In Nederland? 3 jaar en 3, 4 maanden. Ja, je kan allemaal goed Nederlands spreken al, hè? Ja, allemaal vinden wij goed, maar ik vind nog steeds nog helemaal niet goed. Nou, ik vind het heel goed. Ja, bedankt. Absoluut, heel goed. En ben je blij in Nederland? Heel erg, heel blij, ontzettend blij. Ja, want je hebt wel wat meegemaakt, geloof ik, hè? Ja. Ja, je bent hier naartoe gevlucht, heb ik begrepen. Ja. Hallo, is dat je man? Ja. Hallo. Hi. Dag, Henny Huisman. Hi. Hallo. Hi. Hoi. Wij zijn eigenlijk even binnengekomen, heel brutaal. Want ik heb een gerecht gehoord, dat is Irakees, hoe zeg je dat? Irakees gerecht. Dat gerecht, dat moet eventjes helemaal lekker klaargemaakt worden. Als jullie het even doen, ik laat jullie even lekker gaan. En dan kom ik zo weer terug. Ja. Goed? Ja. Misschien thuis, want u moet het nu langzamerhand toch wel weten. Er is meer aan de hand dan alleen maar dat heerlijke gerecht. Wat ze nu met z'n tweeën aan het klaarmaken zijn. Zij heeft me geschreven dat ze een zuster heeft in Amerika. Haar lievelingszuster. Zo haar lievelingszuster dat vrouwtje dat we nu gaan halen.
draagt een ringetje bij dus van haar, ter herinnering van die liefde tussen die zusters. Ze zag die zuster als haar moeder eigenlijk. Ja. Ze zijn, die hele familie ligt uit elkaar en één zuster is dus de dans ontsprongen en zit in Amerika. En dat heb jij geschreven. Dus dat gerecht is helemaal niet van mij. Helemaal niet van Kip. Nee, het is het liefdesgerecht van haar zuster. En die hebben we over laten vliegen. Dat gaan we nu halen. Echt heel spannend. Nou, hier staan we dan met de zuster. Ze spreekt dus alleen ja, Arabisch en ook een little bit Engels. Just a little bit to speak. Ja. Yeah. Yes. Well, you have to wait 1 minute. It's very exciting. And then we go inside. And then you see your sister again. En wat ik vertelde over het ringetje, kijk eens wat ze als baby doet. She wear this ring as a baby. Ja. Yeah. Yeah. I keep it. You keep it. En hij heeft het bij haar gehouden. Near your heart. Vlak bij je hart. Zijn mee? Ja. Gaan we nu. Toe. Het wordt lekker. Hele pak wordt het. Ja. Ja. Mag ik jullie nou eens iets vertellen? Moet je even met me mee naar binnen komen? Kan dat, een paar pruttelen en zo, dat er niets overkookt? Ja, met het lak. Is je laag zitten? Ja, hij is ook blij. Ja. Ik wil zo graag iets aan jullie kwijt namelijk. En dat is het volgende. Ga zitten. Als ik nou bij jullie aan de deur kom. Ja. En ik vraag om een speciaal gerecht. Een Irakees gerecht. Ja. En ik zeg dat het mijn lievelingsgerecht is. Dat is een beetje vreemd, want ik ben eigenlijk vegetariër, dus ik eet geen vlees en geen kip. Het eten dat jullie nu met z'n twee aan het maken zijn, dat is een lievelingsgerecht van iemand waar je niet eens afscheid hebt van kunnen nemen. Van iemand die een ketting draagt met een babyring van jou om haar hals. Iemand die ook gevlucht is, maar naar Amerika. En dat is je zuster. Ja. En haar liefdesgerecht is wat jullie aan het maken zijn. Zij wil dat zo graag hier bij jullie, omdat jullie zo gelukkig zijn in Nederland, aan tafel, bereid door jou, hier eten. Ja, dat ook. Ja. Deze 13-jarige meid, die 15 lijkt vanwege de lengte, schreef mij dat. Zij schreef mij de dankbaarheid voor wat jullie hebben tegenover de Nederlanders, dat jullie hier gelukkig zijn. En ze heeft een wens terug voor jullie weer. Die gaat nu in vervulling. Die zuster, ja, die komt jullie gerecht hier aan deze tafel opeten. Nee. Jouw zuster? Nee. Je kan het bord neerzetten, je kan het bestek neerleggen, je kan de tafel dekken, want je zuster is hier. Nee. Kijk maar achter je, ze komt nu erin. Ze komt nu de kamer binnen. Nee, begrepen dat ze dit heel fijn hebben gehad samen. Ze is weer naar huis. Ze is 14 dagen geweest, hè? Heb je nog veel het gerecht gegeten, of niet?
Dat hoort zo. Lieve mensen, ik was heel blij dat jullie hier vanavond waren. Heel erg verdiend. Oké, dames en heren. Hoeveel G-kracht... G-kracht, weet je wat het is, hè? Een vliegtuig. Zo'n G-kracht kan één tand hebben. Ja, ik vraag het u even thuis ook af. En hoe spectaculair kun je een voortuin van, zeg maar, nou, 2 bij 3 meter maken? Krijgt u allemaal te zien. Eerst even samen naar de reclame. En dan vlug weer terug.